vlog met day 3, guys. Vandaag ga ik weer vloggen. En ik ben nu eigenlijk ready to go. Ik ga zeg maar nu weer naar mijn stage toe. Morgen moet ik weer naar school. Dus nog vroeger mijn wekker. Dit is wat ik aan heb vandaag. Mijn Zara trui. Die heb ik op vakantie gekocht. Die zit trouwens ook in mijn vakantievlogs. Ben daar benieuwd naar. Het linkje staat in de beschrijving. En deze trui heb ik ooit een keer in een sale gekocht. Mijn New Yorker jeans en mijn Adidasjes, Superstars. Ik vond dit best wel een hele leuke combinatie, dus dat doe ik vandaag aan. Het trouwens waar ik gisteren dus achter kwam, is dat Miranda Sings ook gaat vloggen met Vlogmas. En ik ging helemaal dood bij haar intro video. Ik ga nu even mijn jas aan doen, mijn tas pakken, alles in mijn tas doen. En dan ga ik er vandoor. Dus, nou, ik kom dus net terug van de Albert Heijn. En ik ga nu richting de Randstad lopen hier. Dus dat vind ik leuk. Ik heb vandaag een stage dag tot 5 uur. Dus het duurt nog wel even een tijdje. Ik loop dus nu richting de Randstad. En dan zie ik Lies ook weer. Tijdje thuis. Ik heb gegeten en ik ben ook even naar het ziekenhuis geweest. Voordat ik de vraag krijg, waarom was je in het hospital of in het ziekenhuis? Daar ga ik helaas niks over zeggen, omdat het gewoon echt privé is. En ik vind dat ik mijn privéleven even privé moet laten. En ik deel heel veel met jullie, mijn leven en zo, wat ik allemaal doe. En dat soort dingen. Maar dit ga ik gewoon niet op YouTube zetten, omdat het niet leuk is. En daarom was het dus niet ikzelf. Het ging niet om mezelf voordat ik de vraag krijg, gaat het wel goed? Het gaat, met mij gaat het goed, maar met de familie het niet. En het is gewoon niet leuk om dit tegen jullie te vertellen. Dus dat doe ik ook niet. Daarvoor heb ik de bewuste keuze gemaakt. Want ik vind dat mijn leven, mijn privéleven, mijn leven op YouTube, vind ik dat ik die moet scheiden. Altijd. En dat doe ik dus nu ook. Dus daarom zeg ik er ook niks over. Maar ik blijf natuurlijk wel gewoon vlogs voor jullie doen. Maar op de momenten dat ik naar het ziekenhuis ga, ga ik niet filmen. Oké, even wat leukere zaken. Ik ga nu facetimen met Romy. Die kennen jullie wel. Waarschijnlijk niet, weet niet. Linkje vind je in de beschrijving. Ze is heel even gestopt met YouTube. Maar zeker even de moeite waard om haar video's even te checken. Ik ga even me omkleden. Mijn comfy kleding aantrekken. En dan zie ik jullie zo meteen bij de facetime. Het is alweer tijd. Een tijdje geleden dat ik heb gevlogd. En ik ben klaar met FaceTime met Romy. Ik ga even mijn laptop in de lader gooien voordat hij leeg is. Want ik ga nu de vlog al een deel editen. De thumbnail maken. En lekker vlogs kijken van Bibi en Sabrina Poetri. En de vakantievlogs van Marcia. Want dat is altijd een standaard ritueel van mij. Om in de ochtend meestal de vlog te kijken. Maar dat heb ik vandaag dus niet gedaan. Omdat de vlog best wel lang was van haar. En ik had er niet zoveel tijd meer voor. Het is nu trouwens 9:40. En ik ga gewoon lekker chillen. En misschien wat eten. En geen idee. Ik ga even mijn laptop in de lader gooien. En trouwens, ik ben er vandaag achter gekomen dat mijn favoriete YouTuber, Megan Rings, linkje vinden in de beschrijving, niet meedoet aan Vlogmas. En waarom? Geen idee. Ze had een foto geplaatst op Twitter. Ik weet het echt niet waarom ze niet meedoet dit jaar. Want ik miste haar vlogs. Haar vlogs waren zo leuk en zo goed. Oh my god. Nou, ik ga even mijn computer opladen voordat hij echt leeg is. Want ik moet hem echt gebruiken voor editen. En even, muziek luisteren. Christmas muziek. Voor de mensen die de vlog van gisteren hebben gezien. Ik draai altijd Christmas muziek als ik ga editen. Want dan kom ik een beetje in de sfeer. Voor de Christmas video's. Wat ik trouwens ook heb, die had ik in de Amsterdam vlog laten zien. Al van echt een paar maanden geleden of zo. Het boek van Miranda Sings. Yay, I love this book. Self-Help by Miranda Sings. Echt een superleuk boek. Even kijken hoor. Oh, laptop. Ik moet echt gaan opladen straks. Oké.
Hier, dit. Bam, wie gaat hiermee lopen? Ik niet, kijk. Wie gaat daar dan mee lopen? Oh my god. Maar het is echt een heel leuk boek. Ik heb hem. Iemand heeft hem toegekocht voor 13 pond is hij normaal. En hij was in de winkel iets van 17 euro. Dus en ze wilde hem super graag hebben. Dus ze staat er echt zo op. Ja, ik ga even mijn laptop opladen. Nu echt. Dat zeg ik al 4 keer. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ga even een comfy kleding aantrekken. Want ik zit nog gewoon in mijn outfit. En ik ga lekker mijn comfy kleding aantrekken. Want editing en comfy kleding. Good combi. Nou, ik ben dus lekker de vlog aan het editen. Hij staat hier aan het editen. Het is nu inmiddels al kwart over 11. Ik heb gewoon mijn chill kleding aangetrokken. Ik heb net de vlog gekeken van... Van wie heb ik al net gekeken? Van wie heb ik... Oh, nee, ik heb geen vlog gekeken. Ik heb het kanaal van Shirley en Tamara gekeken. Ik ga zo meteen, als ik ga slapen... mijn wekker zetten. Om 6:30. Mijn wekker gaat om 6:30, want morgen moet ik om 7:45 op school zijn. En dan begint de les. En morgen heb ik les tot 4:45. Maar misschien ga ik eerder weg, omdat ik weet nog niet. Anders zit ik gewoon tot 4:45. En wat altijd een drama is, is dat altijd dan ben je om 4:45 uit. Nou, heel veel mensen zijn om 4:45 klaar. Met werk, school, whatever. Nou, dan moet je dus in de Randstadrail. Als een kip. Je staat er echt misschien 1 centimeter. Kijk, twee keer was het dus in de Randstad. En toen stond er zeg maar een man voor me. Een vrouw naast me, een kind achter me en dan nog een man naast me. Ik kan dan niet normaal functioneren. Want dan sta je zo. Dan heb je zeg maar je telefoon, weet je wel. Dan sta je zo en dan gaan mensen op je telefoon meekijken. En dan denk je van, wow, kerel, gedraag je. Ik kijk ook niet in jou, op jouw telefoon mee hoor. Nou, het kan wel, maar ik doe het niet, omdat ik dan, nee, dat vind ik dan privacy, weet je wel. Of mensen gaan dan heel hard in je oor lopen hijgen, zo van... En dan denk ik van, hallo, wat ben je aan het doen met mijn oor? Niks toch? Echt, soms irriteer ik me dood aan mensen in het openbaar vervoer. Misschien binnenkort een nieuwe video gaan opnemen, want ik heb best wel veel... klaagdingetjes en zo. Ik ben best wel blij met de vlog. Want er zit een stukje in. Nou, dat zien jullie, hebben jullie wel gezien. Dus hoor je mij. En dan hoor je echt. Hoor je muziek erachter. Is echt super vet geworden. Ik ga zo meteen even mijn tas inpakken. Mijn Engels. Ik heb morgen Engels, Nederlands, rekenen en sign. Dus dat is wat chill. Sorry, ik schreeuw een beetje te hard. Ik keek ook laatst mijn oude vlogmas terug. En toen was ik al heel onzeker. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen. En nu denk ik van, ah, lekker spontaan en zo, weet je wel. Echt, ik heb er zin in. Dit jaar, omdat ik natuurlijk, vorig jaar filmde ik altijd met mijn iPhone. Dat had ik al verteld. Maar ik had ook een skere bewerkingsprogrammaatje op mijn telefoon staan. Waar ik het allemaal mee edite. En nu heb ik gewoon een computer waar ik het mee kan editen. Ik heb een goede camera waar ik mee ik het kan editen. Dus ik ben blij. Echt, wat er in het jaar niet allemaal is gebeurd. Kan ik echt niet beschrijven. Nou, oké. Okay, ik ga even mijn vlog verder af editen. Dan kan ik hem uploaden. En ik heb de thumbnail gemaakt. En die hebben jullie ook al gezien. En wat ik altijd grappig vind is... Oh, dit is trouwens de thumbnail. Wat ik altijd wel grappig vind is, dit wil ik gewoon standaard houden. Dat je mijn intro op mijn hoofd ziet en dan met Jiba mijn lijf vlogmas. En ik heb... wat wilde ik nou vertellen? Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer wat ik wilde vertellen. Nou, het zal zomaar weer in me opkomen. Ja, het zal zometeen weer in mijn hoofd opkomen. Nou, ik zie jullie zo weer. Ik ga hem even af-editen. Dat ga ik eerst doen. Dan kan ik hem uploaden. En dan ga ik lekker in bed vlogs kijken. Dus bij deze zeg ik wel trusten. Dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen. Doei doei!